Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal en fijn dat je kijkt naar de eerste kokerelle met Caroline. Ik heb er super veel zin in. We gaan vandaag het simpel houden en gewoon een makkelijke boerencake maken. Het is gewoon een pak van de Koopmans, maar ik dacht voor de eerste keer houden we het nog een beetje simpel. En zo gaan we ons level omhoog hessen, ik weet niet hoe ik het moet noemen. Dus let's go! Het is hier enkel nog wat ingrediënten aan toevoegen. Het valt goed mee wat we moeten toevoegen, namelijk 200 gram boter en 4 eieren. Dat allemaal mengen en dan heb je je cake. Ah ja, meteen de oven en de cake. Dus laten we dat gewoon maar snel doen. Ik heb hier al mijn ingrediënten al bij de hand, lekker goed voorbereid. En nu ga ik eerst mijn boter in de micro doen, dat die iets weker is, wakker is. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Jullie snappen het wel, platter in ieder geval. En dan kan je die makkelijker onder het hele mengsel mengen. Dus dat ga ik eerst doen. We hebben ook 4 eitjes nodig, dus die ga ik ze biet al 1 voor 1 kloppen. Maar ik ga eerst wachten tot de boter helemaal gesmolten is, zodat ik dat eerst in die mengkom kan doen. Hey, de boter is heel goed gesmolten, het is eigenlijk al iets te, maar maakt niet uit. Oeh, is zelfs al warm. Holy moly. Oké, goed. Ik ga een beetje keukenrol pakken, omdat ik nog geen schilderborsteltje heb, voor in mijn bakvorm. Namelijk tegen het plakken van de cake. Ik heb een ijzeren bakvorm. Als je een siliconen hebt, is dat gewoon even nat maken onder, onder het water. En dan is dat klaar en plakt dat ook al niet meer. Maar met zo'n ijzeren is het iets drastischer of moeilijker om het te doen. Oké. Zo. Zo. Dat is al mooi voor het velwerk papiertje. Dan hebben we ook een beetje bloem nodig. Vooral in die deeg, in die vorm te doen. Tegen het... Mijn haren, excuses. Tegen het plakken dus. Maar pas ermee op dat je niet te veel bloem doet. Dus doe maar echt een mini beetje. En dan kunnen we altijd... Natuurlijk wel liever je cake volledig uit de vorm dan de cake dat je niet uit de vorm krijgt. Dat is echt niet te doen. Oké, dan ga ik even alles een beetje opruimen, herschikken. Goed, dan ga ik dus de boter in de mengkom doen. Zo. Dus elk een papje. Goed. Dan ga ik 1 voor 1 de eieren erin doen. En dan ineens ook heel deze mix. Goed. Dan ga ik al 1 ei kloppen. En dan verder ga ik eventjes het boter al mengen. Maar het is eigenlijk al zo goed als een papje. Dus veel mengen ga ik niet aan moeten doen, denk ik. Eén eitje doen we er al bij. En dan meng ik dat. Goed, dan meng ik dit lekker. Dit is niet zo handig bij ons. Maar omdat we niet veel stopcontacten hebben, moet ik dat zo doen. Dus let daar eventjes niet op. Goed. Dat is 1 eitje. Nu ga ik nog een eitje toevoegen. En dan pas ga ik eigenlijk de deeg, de bloemmengsel, toevoegen. Ik kan het er ineens bij doen. Goed, dan meng ik het ook nog eventjes. Goed. De volledige bloemmengsel, het staat ook op de verpakking dat die ineens volledig moet.
Soms durf ik het ook even 50-50 te doen om het klonteren wat te voorkomen. Dus dat kan ik ook nog eens proberen te doen. Goed. Oei, daar heb ik nog. Het ziet er wel echt goed uit. Kokerel is ook echt morsen en proeven en doen. Dus dat zullen we nog veel zien doen. Zo. Heps. Deze eitje gaat er ook bij. Laatste eitje nog. Zo. Gaat er ook bij. En dan ineens de rest van de bloem ook. Nu ga ik alles lekker één geheel maken. Hupsakee. Dan ga ik het heel even op de hardste stand een minuut of 2-3 voor de cake luchtig te maken. En dan kan die al in de vorm. Ik denk dat die luchtig genoeg is, want het zijn allemaal belletjes dat ploffen. Dus dat is het teken dat het luchtig genoeg is. Zo. Dan ga ik het beslag. Ga ik maar eerst een beetje opruimen, best. Oké, mijn werkblad is proper. Ik kan de cake erin in gaan doen. Amai, dat wordt satiep. En dan ga ik ook, ik heb ook een airfryer, een beetje overhouden. En ga ik het ook proberen in de airfryer. Voor jullie thuis dat jullie ook een airfryer hebben, dan weten jullie ook ineens hoe dat dan moet. Of hoe dat het juist niet moet, want het is de allereerste keer. Dus dan kan het oftewel heel hard verbrand zijn, oftewel helemaal niet gaar zijn. Dus dat eventjes terzijde. Maar ik ga ook zeker weten de cakevorm gewoon in de oven, traditioneel in de oven doen. Ik heb mijn oven trouwens ook voorbewarmd op 180 graden, als ik het goed voor heb. Ik ga eventjes spieken. Een elektrische oven 160, nee, de lucht 150. Een gasoven staan 2 of 3. Voor jullie thuis, dan weet je dat ook. We hebben hier een elektrische oven, heb ik vernomen. Dus dit is op 160 graden voorwarmd. We gaan het allemaal in de mengkom doen. Vanuit de mengkom in de vorm doen met een gewone lepel. En ook voor die kleine vormpjes is een lepel makkelijker. Meestal doen ze dat met een pottenuitlikker. Je kent het wel, maar we hebben dat hier nog niet in huis. Dus daarmee dat ik het gewoon met een lepel doe. Kan even goed. Ik ga het ook gewoon gieten en daar ga ik mee beginnen. Ook trouwens... appel in doen, of rozijnen, of banaan doen er sommigen in, oftewel cacaopoeder voor een chocoladecake. Dat kan allemaal. Ik hou het gewoon traditioneel bij de gewone boerencake. Maar ik kan er dus van alle leuke dingetjes nog door het beslag doen. Dan doe ik dus de kleine vormpjes. Huppakee. Het is namelijk makkelijker heel je pot uitkuisen met een pottenuitlikker. Dat geef ik wel mee. En dan gaat deze in de oven voor een uurtje. En die van de airfryer, dat moet ik nog eventjes bekijken. Maar dan laat ik, nadat de cakejes helemaal goed zijn, laat ik weten hoe lang ik die heb gebakken en op hoeveel graden. Goed mensen, we zijn ietsjes later ondertussen. Ik ben van alle andere dingen ondertussen gaan doen. En ik kom thuis en er zijn al 4 van de mini-cakejes, van de 4 mini-cakejes al 3 mini-cakejes opgegeten voor Vincent. Ik heb ze in de airfryer 3 keer 5 minuten op 150 graden. Dus eigenlijk kan ik volgende keer gewoon ineens een kwartiertje doen. En gewoon al keine lekkere cakejes. Dus super goed. En de grote cake heeft toch wel zeker een dik uur op 160 graden moeten bakken. Maar dit is het dus. Ze zien er super goed uit. Ze zijn ook blijkbaar echt super lekker, zegt Vincent. Dus dat is super goed.
En ik zeg weer veel te veel super, dus ik ga het video afsluiten. Ik hoop dat je het fijn vond. Was dat duimpje omhoog. En vergeet zeker niet te abonneren hieronder en me te volgen op Instagram, Caroline. En dan zie ik jullie in de volgende kokkerij met Caroline. Bye!